deze superleuke jellyballetjes. Wat ik eigenlijk gedaan heb, is ik heb een potje gevuld met van die jellyballetjes. Kleurstof bij gedaan en een geurstof, zodat het een lekker geur is op je kamer. Want ik heb altijd het probleem, ik mag geen kaars op mijn kamer. En natuurlijk is het heerlijk om lekker geurkaars op je kamer te hebben. Maar dat kan niet bij iedereen, ook niet iedereen wil dat. Dus dan is dit een superleuke manier om toch een lekker geurende kamer, huiskamer, badkamer te hebben. Zonder dat je de vuur in hoeft te gebruiken. Dit is super makkelijk en ik ga nu laten zien hoe dit moet. Wat heb je nodig? Allereerst een vaasje. Deze heb ik bij Xenos gekocht, maar je kan natuurlijk vaasjes kopen waar maar wil. Deze heeft een beetje een blauwe geurolie, heel belangrijk. Deze komen van de Action. Dit zijn 5 geurolies voor 90 cent. Dus dat is echt een koopje, goede aanrader. Kleurstof, dat is optioneel, maar ik vind het wel leuker. En ja, het belangrijkste ingrediënt eigenlijk zijn de jellyballetjes. Dat is voor mij best wel zoektocht om deze te vinden, want de Xenos verkoopt ze namelijk niet meer. Maar deze heb ik gekocht bij de Marskramer, maar je kan ze ook al bij de Blokker vinden. Allereerst ga ik de jellyballetjes in het vaasje doen. Dus ik knip de zak open. Kijk wel uit dat je niet alles, al die balletjes door midden knipt, want ze zijn best wel kwetsbaar. Nou, doe ongeveer net niet dat hij helemaal vol zit. Dat is precies goed. Nou, dit ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit. Maar dit is natuurlijk niet waar we voor gaan. Allereerst doen we er een geurolie bij. Ik heb hier 3 geuren. Ik heb hier oceaan, ik heb hier rozen, vanille, sandalwood en lavendel. En ik vind zelf denk ik vanille het lekkerst voor zoiets. Dus ik kies voor de geur vanille. Een paar druppeltjes van de olie bij. Nou, ik ruik nu al dat de geur loskomt. Dus dat is natuurlijk de bedoeling. En als laatste doen we er nog een kleurstof bij. Ik heb gekozen voor de blauwe kleur. Deze kleurstof zijn van Dr. Oetker. Die zijn gewoon te koop bij de supermarkt. Maar niet iedere supermarkt heeft. Dus zoek goed. Want het is wel net iets leuker. Doe ik een paar druppeltjes doorheen. En dan ga ik heel voorzichtig. Ga ik een beetje roeren. Ga zeker niet te hard, want de balletjes kunnen echt breken en dat wil je natuurlijk niet. Al is vind ik het al heel erg echt super leuk uitzien, maar ja, het effect is natuurlijk het leukste. Want ja, ik mocht nooit kaarsen op mijn kamer, dus ik dacht, nou, dan moet ik dus iets vinden zonder vuur, wat wel lekker ruikt en er super leuk uitziet. En zo is dit idee. Zo, en dan is dit hoe het eruit komt te zien. Ik vind het allereerst super leuk uitzien, maar ik ruik het ook echt. Echt super goed. Dit is super leuk voor je kamer, woonkamer. Het zou zelfs in de badkamer kunnen staan. Het ruikt heel lekker en het ziet er super leuk uit. Nou is dit vaas natuurlijk ook al blauw, maar jullie kunnen ook wel zien dat de balletjes ook blauw zijn geworden door de kleurstof. Je kan natuurlijk iedere kleur maken die je wil, maar ik vind dit een heel erg leuk effect. Je kan ook iedere geur maken die je wil. Toevallig is dit vanille, maar je kan er gewoon heel erg mee spelen. Eigenlijk heb je niet zoveel voor nodig, alleen die jellyballetjes zijn wat lastiger te vinden. Maar ik vind het in ieder geval super leuk te uitzien. En ik zou zeggen, maak het allemaal vooral lekker na, want het is echt een aanrader. En voor niet zo heel veel geld heb je toch iets leuks wat lekker ruikt. Vond je dit nou een leuk filmpje? Doe even duimpjes omhoog. Voor meer do-it-yourselfs, abonneer op Sharkademy. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!